Ja, goeiedag beste kijkers. Hier zijn we weer met een nieuwe gast aan tafel. Gasten aan tafel. Hè? Ja. En wat zit er aan tafel hè, deze keer? Ja, ja. Volle bak opeens. Volle bak. Drie gezellen die we uitgenodigd hebben. Stelt u zich even voor. Ja, we beginnen hier zo. Ik ben Mike Morel. Ik ben voornamelijk vrijwilliger bij Zorg voor Elkaar in Breda. Mm-hmm. En ik ben een jaar lang betrokken bij het fotoproject Oog voor Elkaar Breda. Ja. Waar we nu een tentoonstelling van hebben in Breda. Ja. Ja. Okay. Daarnaast zit Peter. Peter Kats. Ik ben ook vrijwilliger bij Zorg voor Elkaar. En daarnaast hobbyfotograaf. Met veel plezier. Leuk. Ja. Mijn naam is Alfred Volkers. Ik ben een van de fotografen die mocht deelnemen aan dit project. Okay. Oog voor Elkaar Breda. En wil nu de echte fotograaf opstaan. Ja. Ja, dit was wie van de drie? Met drie. Ja. Nou, ik wil even voorstellen, want... Voor de duidelijkheid misschien, het zijn twee van de 12 fotografen. Ah, 12? Okay. Nee. Zo, ja. God. Ja. We gaan heel even naar de opening kijken van de expositie Open, Oog voor Elkaar. Breda. Okay. Breda. Ja. Zo direct gaat hier de opening plaatsvinden van de tentoonstelling Oog voor Elkaar ontstaan uit de stichting Zorg voor Elkaar. De opening zal verricht gaan worden door onze wethouder van Zorg, Onderwijs en Dienstverlening, Mirjam Haag. Wat wij nou vandaag gaan zien zijn de echt krachtige mensen. Mensen die hun kracht tonen, juist ook door de beperkingen die er zijn. En ik wil een compliment maken aan al die fotografen die dat zo mooi in beeld hebben weten te brengen. Breda Foto is heel erg trots hier te mogen zijn en trots op de samenwerking die we hebben gerealiseerd met Zorg voor Elkaar. Het laat zien dat we als festival, als internationaal fotofestival, meer willen zijn dan alleen maar 7 weken foto's in de stad. Dat we kennis willen delen, dat we de passie die we hebben voor fotografie willen delen, maar dat we ook betrokken zijn als festival bij wat er gebeurt in de stad. Daar gaan we, naar de onthulling van de tentoonstelling. Kom hier om. 1, 2, 3. Kom maar, deze beweging maar. Deze beweging. En 1. Nee, allemaal door de knieën zakken komen. Nee. Ben ik hier aanwezig, want wat ik ontzettend leuk vind is dat we nu een tentoonstelling hebben door de stad heen in samenwerking met Breda Foto, waarin we juist die krachtige Bredanaars hebben weten vast te leggen, die wel net een steuntje in hun rug nodig hebben, maar die wel laten zien hoe ze zelf zijn, welke talenten ze hebben en hoe krachtig ze nog meedoen aan onze maatschappij. Hoe is dat tot stand gekomen, dit? Dat vind ik wel heel... De hele tentoonstelling? Ja, ja. Dat Oog voor Elkaar en Zorg voor Elkaar, hoe dat bij elkaar is gekomen. Want ik weet wel dat Breda Foto foto's heeft gemaakt toen in... ook in een verzorgingshuis, dat er een fotograaf aan meedeed. Volgens mij was dat. De Breedonk, ja. Zou best eens kunnen. En ik zie dit daarna uit ontstaan. Ik vond het wel grappig, zeg. Okay. Eerst misschien een hele kleine correctie. Zorg voor Elkaar Breda is geen stichting, maar het is een soort netwerk van verschillende organisaties. Ja, waar mensen kunnen zorg aanbieden en vragen. Hè? Ja. Zorg voor Elkaar dus uit dat samenwerkingsnetwerk. Ja. Een jaar geleden ongeveer hadden we idee om iets samen te doen met Breda Foto. Omdat Breda Foto vorig jaar zo'n grote tentoonstelling had. En we zijn met hun aan het nadenken van hoe zou dat kunnen. De raakvlak tussen Zorg voor Elkaar Breda, zoals Mirjam Haag dat net fantastisch heeft aangegeven, is dat we ook proberen mensen zoveel mogelijk in hun kracht te zetten en waar nodig wat ondersteuning, zorg. Ja. Enzovoort dat geven om dat mogelijk te maken. Dus de raakvlakken tussen de tentoonstelling van Breda Foto vorig jaar, zelfverenigingsarbeid, dat was voor ons aanleiding om te zeggen, dat willen we iets mee.
In eerste instantie hadden we gehoopt om tegelijkertijd met Beda-foto te doen. Dat was heel leuk geweest. Maar dat bleek toch wat te ambitieus te zijn. Oh. En uiteindelijk hebben we een oproep gedaan aan fotografen die mee wilden werken om zo'n tentoonstelling te maken. Ja, ja. En zo'n zorg is volledig in samenwerking met fotografen gedaan. Maar die oproep hebben jullie gedaan op de site van Zorg voor Elkaar. Social media. Oh ja, precies. Ja, ja. Ja, ja, ja. En dit zijn dan twee van de fotografen, Peter en Alfred. En wat voor soort foto's hebben jullie gemaakt, Peter? Nou, wat ik gedaan heb is inderdaad dit soort foto's. Ja, laat hem even aan die camera. Kan ik een camera zien? Wil je hem hebben? Ja, daar komt hij. Nou, dit is een meneer die is verstandelijk beperkt, maar dat zie je niet direct in een foto. Nee. Hij wordt begeleid door Amarant. Ja. Maar het leuke daarvan is natuurlijk dat alles wat zij bij Amarant zeker niet kunnen, is dat je je hobby zelf moet regelen. Hè? Dat is iets wat je zelf doet. Nou, Jan is een begaafd schilder, blijkt. Schijnt. Ja, heel mooi. Dus dat hebben we maar ik vind het van foto's, want wij filmen dan heel veel, hè. Ja. Maar als je een hele goede foto maakt, dat zegt meer dan een hele film, hè. Ja. Een uitdrukking op een foto kan zoveel betekenis hebben. Ja, dus ik vind het wel knap van mensen dat die dat zo kunnen fotograferen. En bij Alfred zie ik dan weer een zwart-wit foto liggen. Ja, ik heb in zwart-wit gefotografeerd. Een klein beetje hoog houden, Hij komt ook voorbij. Bij het samenstellen van de hele expositie hebben we met elkaar gekeken, eigenlijk met alle 12 fotografen, samen met Breda Foto, van hoe gaat zo'n expositie eruit zien. Mm-hmm. En we hebben een mix gemaakt van kleur en zwart-wit, van seriefoto's en singlefoto's. Yeah. En eigenlijk allemaal rondom het thema, wel vanuit een verschillende invalshoek, zeg maar. Ja. Ja. Dus in mijn geval, ik heb gekozen om een aantal jongeren te fotograferen. In Breda heb je een project Kamers met Kansen, bedoeld voor jongeren die net een steuntje extra nodig hebben. Maar soms ook eigenlijk prima functioneren of student zijn, hier studeren en elkaar eigenlijk steunen in het zelfstandig gaan wonen. Dus het is echt een project gericht op eigen kracht. Mm-hmm. En ik vond het mooi passen in dit thema om dat verder uit te werken. Ja. En zo hebben we eigenlijk met alle 12 heel divers het hele thema aangevlogen. Ja. Het is geopend op Heksenwielen, tenminste daar. Maar waar zijn alle exposities nog meer te zien? Want er waren meerdere plaatsen in Breda, hè? Er zijn vier plaatsen in Breda, al winkelcentrum. Heksenwiel is er één van. Ja. Op Brabantplein is er ook een stellage met foto's. In de Heuvel op Dokter Struikenplein. Oh, mooi daar. Dat is heel nieuw. Ja. En op Baliendijk, dat de winkelstrippen daar op het gras voor de winkelstrip is er ook een stellage. Mm. En wat leuk is dat de tentoonstelling is van 18 april tot 18 maart tot 30 april, zo'n periode van 6 weken. Yeah. En die foto's rolleren. Oh, toch? Worden gewisseld. Want ik dacht van het zo bleef. Elke anderhalve week, zeg maar. Oh, ja. Dat er een stellage naar een andere. Dat is wel over nagedacht. Want dat is leuk. Ja. Dan kun je aan Breda foto wel overlaten. Commercieel gezien. En daarna nog naar meer winkelcentra. Want dan hebben we nog niet alle winkelcentra in Breda gehad. Natuurlijk. Je vindt wel iets hebben, hoor. Het staat niet op de planning. Maar je weet maar nooit. Goed, we staan er overal open voor. Dus we proberen natuurlijk die foto's wel ergens anders weer te krijgen. En het zou heel leuk zijn om dan bijvoorbeeld op het stadhuis te krijgen. Ja. Maar dan, dit is zo nu, hè, dat het, en het is een succes. Van, gaat dat nog een gevolg krijgen? Of houdt het na, dit is een project en het houdt op? Het zou zonde zijn, hè? Dit project wel. Ja. Maar ik weet maar nooit. Want blijkbaar is er toch wel behoefte aan. Want er zijn voldoende fotografen te vinden die een mooi plaatje kunnen maken. Dus mm-hmm. Je weet maar nooit wat voor thema je weer kunt gaan bedenken. Nou, in ieder geval zijn de reacties zijn enorm positief geweest aan alle kanten. Ja. Dus dat nodigt wel uit voor vervolg. Ja. Maar het is eigenlijk jammer om het te laten liggen. Hè? Ja, om dat dan maar eenmalig te gaan doen. Ik ga vanuit dat hoe dan ook Zorg voor Elkaar Breda meer met communicatie via beelden wil gaan doen. Bijvoorbeeld de tentoonstelling. Of het altijd een openbaar tentoonstelling is of een buiten tentoonstelling zal zijn, weet ik niet. Nee.
We hebben gemerkt van het is een fantastische manier om de kernwaarden van de zorg voor elkaar Breda op een heel andere manier te laten zien. En dan bijvoorbeeld in artikelen. Ja. Bij het thema van Breda Foto, You. Ja, precies. Ja. You staat in het middenpunt en dat hebben wij nou hier. Ja. Eigenlijk moet de foto's ook wel hebben. Ja. Ja. Nou, dus je weet maar nooit wat het volgende thema is van Breda Foto. Hoeven we daar wellicht ook weer aan kunnen sluiten. En is voor jullie meteen de grootste tentoonstelling die je ooit gehad hebt? Ja, voor mij wel. Ja? Nou, voor mij wel in de buiten-expositie. Ja, op zo'n groot formaat. Ja. Dat is toch wel heel apart om te zien ook, je eigen werk. Ik merk zeg maar. Wel dat, we hebben hier ook eigen hobbyfotografen binnen de Stichting Elisabeth. Ja. En die maken dus foto's van onze mensen en van de medewerkers. Dat is een hit aan het worden, dat die exposities in die verzorgingshuizen of verpleeghuizen... Dat ook zien, hè, van die foto's die drukken zoveel mooie dingen uit. Ja. Van god, we moeten jullie brengen het naar buiten, want dat vind ik heel mooi. Maar onze fotografen doen het naar binnen, vind ik ook wel heel mooi. Je probeert natuurlijk in de foto een boodschap te brengen. En wat wij proberen is natuurlijk het positieve van het leven. Hè. Dat benadrukken. Ja, dus dit bijvoorbeeld, dat straalt het uit. Hè? Je kunt zeggen, kijk, zo meneer die. Die heeft eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel positiefs in zijn leven gehad. Je bent verstandelijk beperkt en alle zaken eromheen. Ja. Maar hij is wel heel positief in zijn hobby en laat dat ook heel graag zien. Dat wil je een beetje uitproberen. Nou, die discussie hebben we ook behoorlijk gevoerd in de groep bij het samenstellen, zeg maar. Als je het hebt over thema You en over mensen zeg maar, die zichzelf moeten... redden bijvoorbeeld, gaat heel vaak het idee uit naar mensen die het niet redden of die aan de zelfkant zitten of die het moeilijk hebben. Terwijl het mooi is om te laten zien, juist de mensen die het wel redden, die op een of andere manier toch met een beperking of met wat dan ook de kracht hebben om het zelf te kunnen doen. En dat hebben we met name willen laten zien op allerlei manieren. Ja, want je moet ook rekening houden met de privacy van mensen, hè? Van, die niet op de foto gezet willen worden of wat kan. Omdat ze natuurlijk een handicap hebben. Die mensen hebben er allemaal. Ik denk dat over het algemeen gaat het verder dan dat. Elke foto is in principe een samenwerking tussen een fotograaf en iemand die gefotografeerd wordt. Want het is niet zo dat een fotograaf even langskomt en een plaatje schiet. Die gaat gewoon in discussie van nou, wat ga je doen? Hoe zullen we het doen? En ze zoeken samen de situaties op waar die persoon juist in zijn of haar kracht staat en met plezier iets doet. Ja. Wat ze kunnen. Ik vind die wel geweldig werk. Ja. Ik vind het heel mooi om te zien en ik hoop dat het een vervolg gaat krijgen. Ja. En tot wanneer kunnen we het ook alweer bekijken? Was het nu? Tot 30 april. 30 april. Dat gaan ze misschien wel verlengen. Ja. Ja. Ik wil ook heel erg Breda Foto heel erg bedanken. Die zijn, we kennen hun. Dat, om de twee jaar hebben ze een grote tentoonstelling, maar tussendoor zijn ze op allerlei manieren actief met scholen, andere projecten. En ze hebben ons geweldig ondersteund door het hele project heen. En zij, een Breda Foto, heeft eigenlijk voor de hele vormgeving, productie van de platen. De fysieke tentoonstelling gezorgd. In ieder geval bedankt voor de bijdrage. Ja. Graag gedaan. Wie weet en we gaan ze in ieder geval eventjes bekijken. Ja. Op de diverse winkelcentra. Oké, bedankt.